NVIDIA Finas Enterprises heeft tijdens de Broderbeurs gisteren een multifunctioneel printer geschonken aan de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit als ondersteuning van hun werk. De eendaagse Broderbeurs is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica. Tijdens de activiteit is er informatie verschaft en zijn er demonstraties gegeven over de diverse kantoormachines van het merk Broder. Volgens Dewin Mohango, directeur van NVIDIA Finas Enterprises, de officiële dealer en reseller, is het merk Broder bekend in Suriname als naai- en typemachine. Vandaag aan de dag, als we praten over printers, dan denken we snel aan Broder. En vooral aan de multifunctionele printers. In 1995 is Broder met de eerste laserprinter eruit gekomen. En merkwaardig was dat ze pas in 1997 hun eerste inkjetprinter gemaakt hadden. Het omgekeerde traject van anderen. Broder heeft steeds gewerkt aan verbetering van haar product. Vandaag zijn de vertegenwoordigers van Broder hier om u te wijzen wat je allemaal met een Broder multifunction copier kan doen. U zult u ook afvragen van hoe gaat het tussen de Finas en Broder? Hoe is dit allemaal begonnen? Heel simpel. Broder en de Finas streven twee belangrijke zaken naar. Dat zult u ook in onze mission zien. En ook als u gaat kijken waarvoor Broder staat. En die twee zaken zijn: 1. Broder wil je een goed product bieden. De Finas ook. Broder denkt aan haar klanten, klantgerichtheid. Wat willen zij? Bij de Finas is dat heel belangrijk: customer service, customer satisfaction. Dan denk ik dat ik de vraag wel heb beantwoord wat het is tussen de Finas en Broder. Dewin Mohango, directeur van NVIDIA Finas Enterprises. Het bedrijf heeft tijdens de Broderbeurs gisteren een multifunctioneel printer geschonken aan de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.